Volgens mij is het nog mooi en net geen middag. Nieuw video. We zijn hier bij het meest westelijke puntje van Duitsland. Het meest westelijke puntje. Even omdraaien. Hier achter mij is een soort informatiehuisje. Fietsenstallingen en dergelijke. We zullen zo meteen even langslopen. En dan even kijken, ja. Aan die kant achter mij daar. Daar kun je dan naar het daadwerkelijke meest westelijke puntje lopen. Dus dat gaan we zo even doen. En dat is hier, even kijken, ja, allemaal velden en dergelijke omheen. En daar loopt de verbindingsweg hier. Dat is de weg die je hoort. Dus ja, ik ga de camera even omdraaien. Ik ga Bo eventjes losmaken van de bus. En dan gaan we eventjes hier rondlopen. En dan zal ik jullie dat eventjes laten zien. Ja, kom. Daar is Bo, wou ik zeggen. Nou, we gaan eventjes kijken. Dan moet ik even opletten dat Bo me niet in de knop gaat draaien. Want dan heb ik ook nog het kabeltje van de externe microfoon. Even kijken. Ja, hier is de verbindingsweg. Dit is, even kijken. Zo, en daar draai je dan de parkeerplaats op. Nou, ik heb de bus daar in de hoek gezet. Hier kun je dus ook, Bo gaat gelijk eventjes gebruik maken van het gras om in te rollen. fietsen, hier kun je allemaal fietsen parkeren. Ja, je ziet dan aan het aantal fietsparkeerplekken en dergelijke. Dat we heel veel fietsen kwijt kunnen. Meer als eigenlijk auto's, want ja, de parkeerplaats is niet zo heel erg groot. Prullenbakjes, die staan er hier een heleboel. Dus ik geef zo snel tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prullenbakken. Hier is trouwens ook boven deze kant blijven. Een toilet, dus dat is ook wel, ik zal even, oh, maak geen water, maar gewoon, dan moet ik even kijken, dat doen we makkelijker zo doen, dus een toiletpot, en hier in de hoek, een urinoir, die is normaal gevuld dan met zo'n, zo'n desinfecterende spray, zeg maar, dus, ik zie daarboven toiletaanlagen een beetje zauber houden. Ja, dat is altijd. Maar deze is dus overdag altijd open. En die wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld, heb ik al gemerkt, van die buschauffeurtjes met die kleine busjes, die zo'n belbussen, zeg maar. En die stoppen dan hier even als ze even naar het toilet moeten. Er is hier ook een heleboel fietsroutes zijn hier. Dus ja, er staan dan hier van die informatiebordjes en wat er allemaal te doen is. Dus van molens, we hebben hier een oude stoomtrein in deze regio. Van die natuurgebieden waar van die wildgrazers zijn. Drasjes op oude dorpspleinen, oude boerderijen, et cetera. Dus het is sowieso een gebied hier. Het is net bij Sittard over de grens, de Zelfkant heet het. Dit is de gemeente waar ik de laatste 15 jaar gewoond heb. Dus zeg maar voordat ik de bus ging wonen. Bo, even zo om, want de bus begint de knuip aan het draaien hier. Kom, zo. En sowieso een gemeente met heel veel geschiedenis hier in deze dingen. Want dit is, en dat zien we hier, even kijken, zo omdraaien. Grenzen was Zolt.
Dit gebied is na de oorlog ter compensatie aan Nederland gegeven. En dat is dan wat je hier op het kaartje kunt zien. Dus even kijken. Nederland, Duitsland. En dan was het na de oorlog, was hier de grens. Dus, en dit stuk, dat was dan helemaal de gemeente zelfkant eigenlijk. Helemaal. En even kijken, ja, dat is echt wat nu de zelfkant heet. En dat hoorde dus helemaal aan Nederland toe tot 1963. Toen hebben ze het teruggegeven. Een heleboel mensen die wel hier eens vaker hier zijn geweest in deze regio, die kunnen zich misschien nog wel herinneren dat, want volgens mij is het pas begin 2000, ja, zoiets, dat deze weg, dat is de doorgaande weg eigenlijk van Koningsbos naar richting Brunsum. En dat was de oude neutrale weg. Die weg die had geen afslagen. Die liep dus gewoon hier helemaal door. Dus het was een Nederlandse weg eigenlijk over Duits grondgebied na 1963 toen het teruggegeven was. En dat was wel heel erg vreemd. In het begin kon je dus hier nergens die weg af. Dan moest je dus van Koningsbos tot hier bij Schinveld en daarna Brunsum. Moest je op die weg dan ook daadwerkelijk blijven. Dus dit is wel een stukje met veel geschiedenis. Hier de Westlichterpunkt. Hier even een satellietfoto van hoe de situatie loopt. Dit is die punt, meest westelijk. Daar lopen we zo meteen natuurlijk heen. Ik wil jullie dit nog eventjes laten zien. Kijk, het stukje geschiedenis. Op 23 april 1949 is het dus afgegeven aan Nederland, dit stuk. Een oude spotprint. En is dat nou ons kleine zelfkantje? Ja. De oude grensovergang Sussenzeel-Gangelt. Tot ziens Nederland, 1963. Gaat het dus weer terug, 21 juli. En daar volle vrachtwagens die wachten in de zelfkant. Op het moment dat die grens weer verandert. Want dan staan ze dus in plaats van in Nederland ineens in Duitsland. En dat was voor sommige goederen zeer lucratief op dat moment. Dus de eerste grenspassage weer. De nieuwe grens liep tussen het huis en de schuur van Huis Kranen en moest gecorrigeerd worden. Dus ja. En het tolhuisje dat vervolgens overbodig werd. Nou, dan gaan we nu eventjes lopen. Even kijken, wat staat hier nog aan de achterkant op. Ah ja, kijk, dit zijn dan de vier verschillende punten. We zijn dus nu hier. Bij het meest aan de zelfkant, het meest westelijke punt. Maar het noordelijkste punt, Silt. Dat is misschien wel leuk om ze allemaal een keer te bezoeken. Oostelijke punt, Görlitz. En het zuidelijkste punt, Oberstdorf. Nou, hier kunnen we ook zien. 642 kilometer, 800. Omdat dat niet bijstaat van van noord tot zuid is dat dan 850 en van oost naar west. Nou, dit is wel leuk. Het is misschien leuk om je sowieso allemaal een keer te gaan bezoeken. Nou, die kunnen we afvinken. En dan die andere moeten we nog doen. Even kijken. Nou, dan lopen we even achter Bo aan. Oké, gewoon deze kant. Helemaal. Nu gaan we even naar de westelijkste punt. Hey, deze kant. Kijken waar ze is. Dat kan ik niet zien. Even zien. Draaien. Ja, westelijkste punt. Ja. Daar maar.
Boh, loop. Neem. Hier, het, even kijken, andersom draaien, Engels. Het een beekje, wat eigenlijk precies de grens vormt op deze plek tussen Duitsland en Nederland. Andere kant boven. En hier die rode paal, dat is dan het meest westelijke puntje van Duitsland. West. Kijk, hier is ook. Even kijken. Op de grote uitsnede van een stalen plaat waar de grens op gezet is, coördinator erbij. Dat is het rode puntje. Ja, en dit is dus, even kijken, om dat zo, ja, hop, en dan, dat volgens mij, ah, kijk, en dan ziet, of staat, moet ik zeggen, gelijk het, dit is het smalste stukje Nederland. Dus van deels Stockholm, daar zal ik ook nog een keer een filmpje van maken, want dat sta ik best vaak op een camperplaats. Is dit zeg maar 4,8 kilometer slechts tot aan de zelfkant, waar we dus nu precies op het grenspaaltje staan. En even kijken, dit hebben ze ook wel grappig gedaan natuurlijk. Kijk, Nederland neemt plaats op de Westzipfel. Dit is precies de grens hier, die rode plaat. Even kijken, iets verder zo, en daar staat dan Duitsland. Dus beneden, op voetniveau, is dan Duitsland. En hierboven is Nederland. Zo, dat ging te snel. Ja, dat loopt dan hier zo, die kant op weer. Die kant op dan weer richting de weg een beetje. Dus ja, het meest westelijke stukje van Duitsland. Deze beek die vormt dus op dit stuk precies de grens. Ik zal nog even daarachter een bruggetje overlopen. Dat hebben ze ook wel grappig gedaan. Ja, het is niet. Het is. Ja, wanneer hebben ze dit aangelegd? Nou, zo heel lang geleden nog niet. Maar ik weet niet, misschien een kleine 10 jaar of zo. En wat kleurtjes en dergelijke die met verf aangebracht zijn. En zeker omdat de moderne milieuvriendelijke verven toch iets minder tegen het weer kunnen als de ouderwetse verven. Er zijn ja, sommige kleurtjes een beetje verbleekt. Maar ik zal even proberen te laten zien wat ik bedoel. Op de brug hebben ze namelijk op de houtkanten met de kleuren van de vlaggen aangegeven van ja, welk land dat je bent. Nou, ik moet zeggen dat terwijl ik zo loop zie ik dus de gimbal perfect werkt om het wiebelen tegen te gaan. Dus ja, dat is goed. Het is redelijk even wennen met het. Want die gimbal, ik doe nou zeg maar de gimbal omlaag houden en nou doe ik hem omhoog bewegen. Maar hij houdt hem helemaal recht. Maar als je iets wil volgen is dat net iets lastiger. Nou, ik hoop dat Bo even haar business moet doen, dus ik zet de camera even. Bo wil het water in, wilde het water in. Maar dat mag natuurlijk niet. Kijk maar, dat is op een bordje staan. Ja. Meisje, kom.
Joh, we hebben even de brug. Hey. Boe. Kom. Hang on. Nou ja, dit hebben ze vorig jaar, 18 november, werd het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. En vooral op dit smalste stukje hebben ze toen, want ik was toevallig toen dat ik in mijn zeik kwam. Even kijken of je zich een beetje scherp wil stellen. Oep, ja. Dat is aan de Belgische kant, dus zoals u het zag al iets zien, dit is slechts een heel smal stukje hier. En overal waren herdenkingen en dergelijke, dus ja. Het komt hier niet zo vaak, Nederland was niet zo... Ik heb ook helemaal niks gezien dat in Nederland ook iets herdacht werd. Want ja, in de Eerste Wereldoorlog was Nederland natuurlijk neutraal. Of in ieder geval pretendeerde neutraal te zijn, maar dat is een andere discussie. Officieel waren ze... Even kijken, ja, change to autofocus. Dus waren ze neutraal in elk geval. Nou, aan die kant van het bruggetje, overkant, is Nederland dus weer. Bo, Ali, kom. Wat is er toch aan doen allemaal? Ja, dat zit zo nog vast. En aan deze kant Duitsland. Kijk, van hieruit kun je nog wel zien het rood-wit-blauw van Nederland aan de rechtse kant. Maar van het geel en het zwart, het rood van Duitsland, is alleen nog maar een beetje rood over eigenlijk. Dus we lopen nu de brug over naar de Nederlandse kant. En ja, hier is een stukje bos waar je dan nog kunt wandelen en dan loop je zo Nederland in en daarachter kom je uiteindelijk bij een drukke weg uit. Waar dan wandelroutes wel lopen die, ze zijn inmiddels aangelegd. Toen ik hier de eerste keer kwam, ja, toen eindigde het eigenlijk hier. Aan de Duitse kant stond alles netjes gedaan, in Nederland was nog niet zo ver. Maar nu hebben ze in ieder geval een bocht neergezet verderop. Waar dan een aantal wandelroutes op staan die je kunt lopen. Maar die lopen gedeeltelijk eerst langs de grote weg en dergelijke. Dus ja, dat is niet zo leuk. Maar om eventjes hier met Bo dit stukje te wandelen, dat is dan wel weer handig. Maar ik moet zeggen, het is zaterdag en ik ben hier wel eerder geweest, ook door de week. Dan is het lang niet zo druk hier op die weg. Dan is iedereen heerlijk op het werk. Dan is het rustig. Maar nu op zaterdag is iedereen vrij. En de hele tijd rijden er al auto's langs. Dus dat vertekent eigenlijk een beetje een verkeerde dag om dit te filmen. Maar goed. Dus dan hebben jullie een beetje een idee van... die kant op draaien. Het westelijkste puntje van Duitsland. Dan lopen we weer terug naar de bus. En dan gaan we eens eventjes deze video editen. En even ergens een kopje koffie drinken en nog een beetje werken. Nou, ik zou zeggen... Wederom bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Natuurlijk abonneren. En ik hoop jullie al een belletje drukken natuurlijk. Want dan krijg je een melding als er weer een video online komt. En omdat, zoals ik in de vorige video ook al zei, je nu niet echt weet hoe vaak en waarover video's komen. Denk ik van... is dat handig, want dan krijg je tenminste een melding als er weer een video online komt. Ja, een beetje uitzicht van hier. Nou, bedankt voor het kijken en tot in de volgende video zou ik zeggen.